Sorry. Mag ik ook niet kijken nu? Nee, oké, okay. Is goed. Allebei. Ik heb niks erg. Sorry meneer, sorry. Nee, is goed. Ja, we beginnen eigenlijk gewoon met dat je globaal uitlegt wat de stichting doet en ja, waar je voor inzet. En dan later gaan we door naar waarom is het belangrijk dat ouderen inderdaad met social media aan aanraking komen. Ja, dus, oké, okay, fijn. Dus dan doen we de... Oké. Okay. Ja, lijkt me helemaal goed. Waar is dit voor? Het is voor Goedemorgen Nederland. Dus als jullie even ergens anders willen staan, dan kunnen wij beginnen. En wanneer wordt het uitgezonden? Nou, dat is pas in het najaar eigenlijk. Najaar? Oh, ja. Lang wachten. Ja, als je dan een stapje opzij zet, dan kun je alles horen. Dan kunnen wij beginnen namelijk. Ja, dit is Roos van Stichting Welzijn. Roos, jij zet je in voor ouderen die niet goed meekomen met de technologie. Ja. Leg uit. Oh, wij... Sorry. Ah, vinden jullie dit toch grappig of zo? Ja. Nou, loop dan nog één keer langs en laat ons dan gewoon even ons werk doen. Nee, dan is het niet leuk. Dan is het niet leuk. Oké. Okay. Nou, onze stichting die focust zich eigenlijk op ouderen die de digitale boot dreigen te missen. Wat je vooral eigenlijk ziet is dat... Hoor jij dit? Serieus, kap eens even. Hé, hey, gast. Het waagje is, man. Ga gewoon weg. Ja. Hoe oud ben je, man? Ben je 5 of zo? Ga gewoon weg. Ik weet mensen... dat ze bezig zijn. Ze zijn gewoon lachen. Ze zijn toch aan het werk? Doe even volwassen. Ga gewoon weg. Ze zijn bezig met filmen. Je bent echt heel erg aan bezig, man. Sorry. Allebei. Ik ga veel mijn middelbare school zo, man. Echt, doe alsjeblieft normaal. Nou, we willen gewoon lollig doen. Nou, lollig. Ja, lollig. We willen ook gewoon beroemd worden. Beroemd worden? Ja. Ja, dan moet je hard voor werken, man. Gewoon leuk op tv komen. Op deze manier word je beroemd op YouTube, maar niet op... Op dumpertje, als een poltje, maar voor de rest... Nou, ik denk niet dat je dit krijgt. Dat is voor Goedemorgen Nederland. Dat is voor Nederland kijken. Ja, maar alsjeblieft, ga gewoon werken. Doe gewoon volwassen. Ben een bezig. Het staat nergens op. Kunnen we het nu gewoon nog één keer even proberen zonder jullie... Ja, dat kan ik niet beloven. Hoezo? Grappig om iemand anders te irriteren. Sorry? Grappig om iemand anders te irriteren. Dat vind je grappig. Ja, ik zie niet elke dag de camera uit. Oké, okay, nou, nog één keer. Ik ga vanaf, de vraag niet meer stellen. Want, vanaf hetzelfde punt. Ja, ja of doe maar eentje later, eentje want die ene hebben we wel goed, denk ik. Ja. Zo snel mogelijk. Ga je opbouwen? Ja, dus wat doen jullie? Jullie krijgen normaal gesproken post. Ja, zijn niet elk... sorry hoor. Zijn niet alle ouderen die daarmee... Pak hem maar even opnieuw op, want... Ja, even... Nee, of je even kan uitleggen hoe... Sorry. Nee. Mag ik ook niet kijken nu? Nee. Oké, okay. Is goed. Allebei. Ik heb niks erg. Sorry meneer, sorry. Nee, is goed. Ja. Als jij staat te werken, wil het gewoon dus eigenlijk lastig worden, wel. Is goed. Goed, heeft dat gezien? Nee, ik vind het gewoon grappig. Ik wil op een rondje of zo, dik voel. Het is allemaal in scène gezet. Oh, maar wat was het geweldig. Nou ja. Ja, samen met Dan. Kom er even bij staan, zou ik zeggen. Ja, dit is het programma Hufterproof. Dus ik weet niet of jullie het kennen. Was er geen moment waarop jij dacht, nou, ze zijn met z'n tweeën en ik laat het gewoon even gaan? Ja, op een gegeven moment gaan we iets ver, vind ik. En wanneer was dat moment voor jou? Ja, die muziek, dat ging wel echt te ver. En toen kwam u? Ja, nou, zodra ik eigenlijk meneer zag, nou, die andere mevrouw een beetje laten schrikken, dacht ik bij mezelf, ja, nou zit je echt in de zon, waar ik denk van, nou, daar moet je even niet zijn. U dacht, ik haal ze gewoon uit de situatie. Ja. Bent u dan niet bang voor zo'n tweetal? Nou, nee, niet echt. We zijn in openbare ruimte, iedereen kijkt mee en iedereen reageert eigenlijk op de situatie. Je gedraagt je maar. Goed werk, mensen.